shot. He's got 6 seconds. Moet je je voorstellen dat je eerst gaat knokken met iemand? En daarna moet je opeens gaan schaken tegen hem. Dat zijn twee tegenpolen van elkaar, man. De sporten voelen voor de onwetende bezoeker misschien aan als tegenpolen. Maar de organisator van het evenement ziet zeker overeenkomsten. Eigenlijk zijn het alle twee best wel brute sporten waar je elkaar aan het slachten bent. En het mooiste vind ik dat bij het boksen, dan zit je heel erg in je energie. Heb je een hartslag van 160 of meer. En dan moet je ineens gaan schaken, dan moet je gaan nadenken. Ik ga straks commentaar geven op de bokswedstrijden. Er gebeurt iets met je lichaam namelijk. Als je eerst alleen maar je hersen moet gebruiken. En als je dan in één keer de ring in gaat met de adrenaline en alles wat je moet doen voor het boksen. Dus dat is een hele grappige combinatie. 17 jaar geleden werd het eerste WK schaakboksen gehouden. Ook toen vond het toernooi plaats in Paradiso en won de organisator het toernooi. Ik vind het heel bijzonder, want ik ben nu bij AT5. En ik weet nog, de avond voor de wedstrijd ging ik naar AT5 voor een interview. De sport is geboren in Amsterdam, in de Spuistraat, in het Schuim. Waar ik met Jean-Louis Veenstra een biertje stond te drinken. En vertelde dat ik begonnen was met boksen. En toen zei hij, ik ook. En zei hij, ja, dan moeten we een wedstrijd doen. En zo is schakelboksen geboren. 9 maanden later stonden we in Paradiso en hebben we de eerste wedstrijd gedaan. Nu, 17 jaar later, staat Ipe zelf niet meer in de ring, maar is hij toeschouwer. Ik vind het best wel heftig om zo dichtbij dat gevechten zijn. Ja, heel spannend. Het is echt wel heftig. Ze zijn echt goed aan het vechten. Het is eigenlijk enorm absurd. De nerd en de bully, dat zijn twee verschillende mensen op het schoolplein. Maar weet je wat het leuke was als ze samenkomen? De nerd is hartstikke slim, maar hij kan ook een rechtse hoek slaan. Winnaar van het toernooi was een student uit Moskou. Oh,